Heemskerk FM. Met het komende uur Media Kids. In samenwerking met de Heemskerkse basisscholen. Media Kids, we zijn er weer. Het is woensdag 16 januari, 3 uur geweest. En dat betekent een nieuwe aflevering voor 2019. En we hebben vandaag de school Het Rinket te gast. En dan kijk ik tegenover iemand die een hele mooie naam heeft, maar zo moeilijk om uit te spreken. En ik ga het proberen. Delicea. Goedemiddag, Delicea. Goedemiddag. Hoe oud ben jij? 9 jaar. En in welke groep zit je op het Rinket? Groep 6. Groep 6. En naast Delicea zit Koen. Hoi, Koen. Hoi. En jij, hoe oud ben jij? 10. 10. En jij was hier vorig jaar ook al? Ja. Toch? Dus dit is het laatste jaar. Welke groep zit jij? 7. Oh, dus je komt volgend jaar nog een keertje? Ja. Misschien, je weet het nog niet. Ja. Nou, jullie zitten op het Rinket en jullie hebben een artikel gemaakt over de school. Ja. Dat mogen jullie voordragen. Dan mag DLC'er beginnen, hè? Ja, je mag het voorlezen, Delicea. Wij komen van de basisschool Het Rinket. Wij komen uit groep 7 en 6. Onze school heeft 200 leerlingen. Onze school heeft weinig leerkrachten, maar wel goede leerkrachten. Bachstraat Heemskerk. Wij zijn Koen, Denisha, Diego en Delicea. Ja, en Denisha en Diego, die zijn die komen zo meteen op jullie plek te zitten. Want die zijn nu aan het filmen. En hoe zeg je dat? Het is niet monteren, is het schakelen. Schakelen. Schakelen is het juiste woord daarvoor. Dat houdt in dat ze tussen die camerabeelden gaan schakelen. Ja, en dat is wat we eigenlijk allemaal doen, hè, bij Media Kids. Artikelen maken. En hoe vinden jullie het tot zover gaan? Goed. Je leuk ook? Ja. Dat is het belangrijkste, hè? Yep. Toch? Ja. Ja, en Delicea en Koen, die hebben wat artikeltjes gemaakt. En daar gaan we zo meteen meer tijd in steken. Ja, we gaan verder met het nieuws. Opmerkelijk nieuws. Afgelopen week was er een man in Amerika die een vrouw wilde ontvoeren met veel lichamelijk geweld. Werd de vrouw in de auto gesleept. Maar de vrouw kwam los en rende weg. De vrouw rende naar een gebouw. Dat was toevallig een karateschool waar een training bezig was. De man rende erachteraan. Instructeur Randall van de karateschool probeerde het op te lossen. Maar de dief was heel boos en agressief. De dief werd eerst naar het ziekenhuis gebracht en daarna naar het politiebureau. Het werd vervolgd voor poging tot ontvoering en geweldpleging. Dat is nogal wat. Dan zit je in nood en dan ren je heel toevallig een karateschool binnen. Nou, mooie kan je er niet treffen, lijkt mij. Er zijn er genoeg mensen die het voor je op kunnen nemen. Nou, leuk, dankjewel, Delicea. En ja, ik moest de mensen eigenlijk van tevoren waarschuwen, want we hebben goed moeten luisteren naar dit artikel, want de prijsvraag gaat daarover. Maar we gaan eerst met Koen verder. Koen heeft 2 bioscoopfilms voor ons in kaart gebracht. En met welke wil je beginnen, Koen? Ik begin met Mary Poppins Returns. Oké, waar gaat hij over? Nou, Mary Poppins keert terug met haar gekke avonturen. In een film gaat ze de familie Banks helpen omdat ze verdrietig zijn. Dat klinkt spannend, hè, kijkers en luisteraars. De film duurt 2 uur en 10 minuten. De film is voor 6 jaar en ouder. Het is een musicalfilm. En mijn tweede film is Ralph Breekt the Internet. En daarover gaan we straks meer horen van Koen. Want we gaan eerst de prijsvraag doen, denk ik. Toch?
Ja. Ja. Oké. Ja? Ja, je mag beginnen. Prijsvraag. In welk land probeerde de man een vrouw te ontvoeren? A. Nederland. B. Amerika. C. Portugal. D. Engeland. En wat voor prijzen zijn er te winnen? Er staan twee prijzen voor Koen op tafel. Koen, zou jij de prijzen kunnen benoemen? Een selfie stick. Ja. Een soort van oordoptelefoons. Oordopjes, ja. Dat was het, hè? Ja. Ja. Ja, en dan de brandende vraag. Waar kunnen ze naartoe bellen? Hebben jullie dat ook opgeschreven? Ja. Yep. Heel goed. Bel naar 02-51-233-3333. Heel goed. Zullen we hem nog één keer herhalen, de prijsvraag? Prijsvraag. In welk land probeerde de man een vrouw te ontvoeren? A. Nederland. B. Amerika. C. Portugal. D. Engeland. Thank you. Ja, dat was jouw nummer, Koen. Yep. Ik neem aan dat de speciale zin niet was iets over toiletten. Nee. Nou, vertel, welke was het? Stop smoking, dat betekent stop met roken. Oké, en dat is jouw speciale zin? Ja. Waarom is dat speciaal voor jou zo belangrijk? Nou, omdat het slecht is voor je longen. Ja, dat klopt. Ja. Roken is in zijn geheel heel erg slecht. Yep. En toch blijven doen met z'n allen, maar dat heet verslaving, hè? Yep. Yep, yep. Nou, Koen, zullen we gewoon je tweede bioscoopartikel op gaan pakken? Ja. Dat was Ralph Breaks the Internet. In deze film zitten YouTubers. Eentje daarvan is Dan3M. Als e-boy van eBay. Ze gaan op zoek naar een nieuw stuur voor de game Sugar Rush. Deze film duurt 1 uur en 25 minuten. Met andere Disney-karakters, zoals The Muppet Show. Met de vorige film 4 jaar geleden. Gelooft u dat, kijkers en luisteraars? 4 jaar! En dat het is een animatie- en familiefilm voor 6 jaar en ouder. Heb je ze al gezien, je films? Nee. Zou je ze willen zien? Ja. Oké, nou, misschien even vragen. Misschien wil er wel iemand met je mee, gezellig. Ja. Delicea misschien? Ja, die zit ja te knikken. Jou lijkt het ook een leuke film? Ja. Ja? Mij ook wel, op zich. Ik ben niet zo heel erg weg van de animatie. Toch wel leuk. Ja, en dan gaan we over naar onze weervrouw. Het weer. Vanavond komt er vanuit het westen regen. Er is kans op windstoten. Het wordt minimaal een graad of 5, 6. Morgen is er kans op natte sneeuw. Het kan zelfs even wit en glad worden. 'S middags klaart de regen op en wordt het warmer. Later in de middag is er opnieuw kans op natte sneeuw en hagel. Het is 5 graden. En tijdens de buien is het 1 graden. Er kan ook zelfs onweer voorkomen, maar met de kans is niet groot. Nou, dat is wel fijn, dat onweer. Ja. Het wordt wel steeds kouder. Merken jullie dat ook, als je nou buiten loopt? Ja. Ja, hè? Ja. Maar niet zo koud, gelukkig. Dankjewel, Delicea, voor het spectaculaire weerbericht. Maar ondertussen hebben wij nog geen telefoon gehad. Telefoontje met het juiste antwoord van de prijsvraag natuurlijk. Misschien is het handig om de prijsvraag gewoon nog een keer te herhalen en dat Koen zo meteen nog even vertelt wat voor prijzen er te winnen valt. Ja. Prijsvraag. In welk land probeerde de man een vrouw te ontvoeren? A. Nederland. B. Amerika. C. Portugal. D. Engeland. Bel dan naar 0251-233-333. 0251-23-33-33.
Koen? Ja? Nou, de prijzen die ik eerst even vast had, zijn een selfie stick met een standaard op aan de een schutter onderkant. Gewoon oren. Gewoon koptelefoons. Ja, de laatste prijzen van dit seizoen van Media Kids natuurlijk. Dus ja, mocht je ze willen hebben, bel gewoon even naar de studio. En je komt dan in de uitzending terecht. Mocht je het goede antwoord hebben natuurlijk. Ja, wij gaan zo meteen hier wisselen. Wij maken plaats voor Diego en Danisha. Ik heet Diego en ik ben 9 jaar. Ik ben Danisha en ik ben 10 jaar. En alle twee ook van de basisschool De Rinkert natuurlijk. Welkom. Dank u wel. Alsjeblieft. Ja, het is moeilijk hè, om hem over te pakken als je nog niet weet hoe dat allemaal werkt. Nou, jullie hebben vanmiddag ook allemaal artikeltjes gemaakt. Kun je een klein beetje een topje van de sluier weggeven waar we het zo meteen over gaan hebben? Ja, ik ga het over sport en het binnenlands nieuws. Jij, Danisha? Ik ga het over buitenlands nieuws hebben en entertainment. Dat is muziek. Ja. En waarmee zullen we dan nu gewoon beginnen? Ik vind sport ook al interessant. Oké. Okay. Ja? Ja. Rafael Nadal heeft zich gisteren geplaatst voor de derde ronde van Australië Open toernooi. Hij won met 3-0 in sets van Ebden, die in eigen land speelde. Hij verspeelde veel punten op de opslag van Nadal. Voor Nadal is het alweer de 13e keer dat hij in de derde ronde staat van dit toernooi. Hij heeft dit toernooi al 4 keer gewonnen. Misschien komt het wel de 5e keer dit jaar. Ja, dat zit er dik in, hè, voor die Rafa Nadal. Het is tennis waar het over gaat. Ja. Het is heel toevallig dat ik dat dan weet. Want ik heb het ooit een keer moeten opzoeken. Want wij hebben de Nederlandse, ik kom niet op zijn naam nu. Die hebben we hier ook wel eens op het tennispark geïnterviewd. Die gaf dan tennisclinics. Maar het is zo'n goede speler, die Rafael Nadal. Dat, poeh. Dan gaan we nu verder met buitenlands nieuws. In de Justit in Italië heeft aangegeven dat het viaduct van de belangrijke snelweg 3B dicht moet. Er is een mogelijkheid dat dit viaduct gaat instorten. Daarom moet het dicht. Het gaat om een viaduct dat 200 kilometer boven Rome ligt. De slechte toestand is ontdekt door een man die naar champignons aan het zoeken was. Naar champignons? Ja. Oké, okay. En jij zei net nog wat. Ik vind het best wel een belangrijke informatie. Om dit viaduct dus eigenlijk te ontwijken. En ook om mensen te waarschuwen. Ja, want zijn er nou al veel vakantiegangers die die kant op gaan? Of die weg op rijden? Heb jij hem wel eens gereden? Nee, nog nooit. Nee? Wil je wel op vakantie naar Italië? Ja, ik denk het wel. Okay. Nou, ik ben benieuwd hoe dat verder gaat verlopen met het viaduct. Ja. En misschien, ja, ik heb ook wel eens iets eerder over een brug gehoord. Wat een soort structuur wat dus helemaal niet goed was. En dan krijg je dat gezeur weer van wie de schuldige is. Maar dan denk ik altijd maar van ja, zoek gewoon een oplossing. En zodat het minder gevaar opbrengt. Maar zal dat nou ook hier in Nederland zoiets zijn? Denk het niet. Want er zijn genoeg snelwegen dat we over een brug rijden. Mm-hmm. Toch? Ja. Ook een viaduct. Ja, ben ik wel benieuwd naar. Dat is misschien wel een dingetje inderdaad om een onderzoek naar te doen. Dankjewel, Danisha. Graag gedaan. Ik ga het nu hebben over het binnenlands nieuws. Er zijn minder leerkrachten te vinden in het onderwijs. Voor de directeurs is het juist moeilijker om leerkrachten te vinden. Na 3 maanden zijn er nog steeds geen leerkrachten gevonden in het onderwijs. Je had er zelf nog wat over te vertellen. Ja, nu wel een paar zijn gevonden. En, maar ja,
Nu niet meer. Het is nog steeds moeilijk. Ja, het is heel moeilijk voor de directeurs om veel leerkrachten te vinden. Weet je ook waarom? Ik weet wel, omdat... ik denk dat de meeste mensen niet daarvoor die beroep willen kiezen, zeg maar. En dan, ja, gewoon, ja. Misschien omdat het heel veel werken is voor hun ogen en dat ze niet zoveel salaris krijgen. Ja. Dat alles weer verandert. Ja, we hebben hier iemand werken als cameraman nu op dit moment, onze Evert. En dat is die is nog leraar geweest natuurlijk. Maar misschien dat we die wel hadden kunnen interviewen vandaag. Dat had wel een goeie geweest. Want ja, normaal gesproken gaan we altijd iemand interviewen. Maar dit keer hadden we geen gast. Dus ik vind wel dat we die vragen even mogen opschrijven dan voor de volgende keer als wij een leraar treffen. Waarom iemand dus specifiek voor dat vak kiest en wat er dus zo moeilijk aan is. Misschien wel een goede vraag geweest. Ja. Dankjewel, Diego. Alsjeblieft. Ik ga het nu hebben over entertainment. Boef heeft veel meer hard gereden dan de rechtbaar van Tilburg dacht. De rapper heeft besloten om hier niet op te reageren. Uit is gebleken dat Boef in 2016 op verschillende snelwegen meerdere keren te hard heeft gereden. Boef heeft sommige ritten op camera vastgelegd en in zijn vlog laten zien. Hij reed onder andere 181 km per uur op een weg waar hij maar 130 mag. Dus die mag niet meer rijden? Weet officieel. Ik niet. Als je 50 km te hard rijdt, of 51, als ik even heel snel een rekensommetje maak, dan wordt je rijbewijs ingenomen, jongens. En Boef is natuurlijk al vele malen in het nieuws geweest. Mm-hmm. Met dat gebeuren. Had je nog wat nieuws? Nee. Dat was hem. Ja. Dit betekent dat we alweer aan het einde van deze aflevering van Media Kids komen. En ja, ik geef het gewoon compleet uit handen nou weer aan Diego en Danisha. De herhaling is... De herhaling op RTL TV IJmond is op zaterdag en zondag te zien. Om 12 uur en 3 uur 's middags. En het is ook op YouTube te zien. Helemaal goed. En wat vonden jullie van deze uitzending? Heel leuk. Ja. Ik vond het wel spannend. Ik hoorde al dat jullie dus volgend jaar weer terugkomen, volgende keer. Ja. Echt jullie ding. Nou, ik vind het hartstikke leuk dat jullie er dan weer zijn.